Nou, vreselijk, slapeloze nachten. Ik heb echt slapeloze nachten tegen het overspannen aan wel geweest, ja. Kan ik wel zeggen. Ja, weet je, als je paardenliefhebber bent, dan ja, doet dat je zeer. Ja, ik vind het eigenlijk niet leuk, want het paardrijden, ja, dat is ook gewoon leuk. Ja, het is mijn lust en mijn leven. Ja, wat doet het met je? Je slaapt niet 's nachts. Je ligt er gewoon wakker van en je staat er 's ochtends mee op. Want waar moeten die beestjes heen? Kom maar. De gemeente Noordwijk handhaaft sinds een paar maanden op illegale paardenweidjes en moestuinen. Dit gebeurt omdat ze volgens het bestemmingsplan op bollegrond staan of omdat de schuurtjes zonder vergunning zijn neergezet. In totaal gaat het om ruim 260 percelen in Noordwijk. En ook in de rest van de Bollenstreekgemeente worden dit soort plekken aangepakt. Ja, dit is het stukje waar het bij ons om gaat, waar de gemeente, nou ja, diverse gemeentes mee bezig zijn om te gaan handhaven. Wij hebben gisteren ook gehoord inderdaad dat ze gaan handhaven en dat we dwangsommen krijgen. Hier staan al 50 jaar paarden op, dus nooit wat van gezegd. Altijd goed gevonden en in ene moeten we eraf. Die gaan bakkeleien. Paardenliefhebbers en volkstuineigenaren voeren daarom actie. Ze zijn een petitie gestart die inmiddels ruim 2500 keer is ondertekend. Toch blijft de gemeente doorgaan met handhaven. Ja, het gaat er niet om dat er bijvoorbeeld een paardje in een wei loopt. Maar bij een paard komt ook vaak weer een stalletje of een schuur om iets op te slaan. En heel vaak wordt er dan daarvoor geen vergunning aangevraagd. Dus het wordt zomaar neergezet. En ja, daar zijn gewoon regels voor. En het is met name dus dat open gebied, waarvan we met elkaar gezegd hebben, het moet tussen de dorpen wel open blijven. En er moet voldoende bollengrond beschikbaar blijven in de streek. Ja, maar dan hadden ze wel iets eerder dan 22 jaar nadat wij hier zitten met daarvoor al moestuintjes die hier al zaten, moeten komen. En niet nu na 22 jaar ineens zeggen, dat mag niet meer. Als een eigenaar kan bewijzen dat van ver voor 1995 er al het op die manier gebruikt wordt, bijvoorbeeld met oude foto's of iets dergelijks, dan kan een bepaalde situatie volgens overgangsrecht gelegaliseerd worden. Ja, ik hoop natuurlijk dat de gemeente toch over zijn hart strijkt en naar de bevolking luistert. Want ja, ik ben niet de enige die hiervan geniet. En dat ze toch zeggen van ja, dit kunnen we gewoon niet maken.